welkom bij deze nieuwe video. Zoals je kunt zien ben ik vandaag de vrouwelijke versie van It. Dit is mijn eerste Halloween look voor dit jaar op mijn kanaal. Ik heb al een aantal looks gemaakt op mijn Instagram. Ik heb een heks gemaakt. Ik heb een look gemaakt waarin ik make-up in mijn huid heb gedaan, zogenaamd. En ik heb een heftige clown look gemaakt. Dat zijn alle Halloween looks die ik tot nu toe heb gemaakt. En ik denk ook dat ik het hierbij laat. Ik heb besloten om de It look ook op mijn kanaal te doen, omdat de meeste mensen de It look het gaafst vonden. Dus ik dacht, ik maak er ook een look van op mijn kanaal. Mocht jij nou een van de andere looks ook hier op mijn kanaal uitgebreid willen zien, laat het me dan vooral weten beneden in de reacties, want dan weet ik dat. En dan wil ik dat met alle plezier doen. Maar vandaag is het dus It. Dit is de vrouwelijke It. Ik ga laten zien hoe ik de make-up heb gedaan, waar ik de pruik vandaan heb, de kleding, de kraag en alles. Dus het is gewoon een hele uitgebreide video over hoe jij op zich best wel makkelijk de vrouwelijke It kunt worden. Voor de mensen die misschien niet weten wie It is, al kan ik me niet voorstellen dat er mensen zijn die dat niet weten. It is een film, It is een gevaarlijke clown. Hij is gemeen, hij is evil, hij vermoordt mensen en dat is gewoon hoe hij is. En dit is dus hoe hij er ongeveer uitziet, maar dan als man. En afgelopen maand, volgens mij, is It 2 uitgekomen, dus de tweede versie van de film. Die draait ook nu nog. Ik heb deel 1 al wel gezien, maar deel 2 nog niet. Die duurt 3 uur, oh my god. Maar goed, dus het is dus dit jaar een hele populaire Halloween look. Dus ben je benieuwd naar hoe ik de look heb gemaakt? Geef dan een like en vergeet niet te abonneren en dan gaan we gewoon snel beginnen. Oké, mensen, we gaan beginnen met het look. Let niet op dit. Dit is een muggenbult die echt net voordat ik met de video ben begonnen, is gekomen. Dus die dacht bij zich eigen, ja, Sarah maakt een video, laten we haar lekker ugly maken. Dus negeer dit vooral. Ik heb nog niks op mijn gezicht. Ik heb alleen mijn wenkbrauwen gedaan en ik ga eerst beginnen met mijn ogen. Het paletje die ik ga gebruiken is van Morphe in samenwerking met James Charles. En dit is echt een prachtig paletje met heel veel kleuren. Ik heb dit paletje al super vaak gebruikt, zoals je al wel kunt zien aan de gebruikssporen. Dus we gaan even inzoomen op mijn gezicht en dan gaan we beginnen met de oogmake-up. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen met mijn P. Louise primer in de kleur 1. In mijn paletje pak ik eerst de zwarte matte kleur. En met de zwarte kleur ga ik de lijn maken van de cut crease. Ik ga gewoon de kleur erin drukken. Dan pak ik de rode matte kleur. En ook hiermee maak ik weer een cut crease lijn. En ik ga iets over de zwarte kleur. En dan doe ik het een beetje zo inblenden met de zwarte kleur. Ik ga er gewoon zo heel lichtjes overheen. En dan pak ik weer een heel klein beetje van de zwarte kleur. En dan mix ik die in met de rode kleur. Ook weer heel lichtjes. Dan pak ik deze beetje rood-oranje kleur. En met een hele kleine fluffy kwast ga ik met die kleur de randen een beetje uitblenden. Zo, het ziet er nou allemaal een beetje heel heftig en raar uit. Maar straks op het einde is het hopelijk gewoon hoe ik het in mijn hoofd heb. Ik ga nou de cut crease maken met mijn andere P. Louise primer in de kleur 0. Dit is gewoon een witte kleur. En ik ga een volledige cut crease maken vanuit binnen naar buiten. Nou, de heftige cut crease is helemaal gemaakt. Nou pak ik deze witte matte oogschaduw. En die kleur breng ik aan over de hele cut crease. En dit doe ik om het te zetten en om het wat witter te maken nog. Dan pak ik mijn Essence zwarte eyeliner om een hele heftige winged eyeliner te maken. Dit is de Essence Super Last Matte Black Eyeliner. En ik vind dit echt de beste Essence eyeliner. Hij is echt geweldig. Hij is super zwart en echt super mat. Als mascara gebruik ik mijn Essence What the Fake mascara. En als nep wimpers gebruik ik Carmel van Lily Lashes. En dan kom ik zo bij je terug. Oké, dan ga ik beginnen aan het gezicht. Het gezicht van It is wit. Ik ga mijn gezicht niet wit maken. Maar ik ga wel een te lichte foundation opdoen. En een te lichte concealer. Om er toch iets wat bleekjes uit te zien. Ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Dit doe ik met de Max & More Hydrating Face Primer. Deze is van de Action en is echt geweldig. Ik vind het echt een hele fijne primer om te gebruiken. Als foundation ga ik mijn Fenty Beauty foundation gebruiken, maar in de te lichte kleur 210. Dit is mijn normale kleur, dit is 240. Dus het is iets lichter dan de normale. Dan ga ik ook een te lichte concealer gebruiken. Ik gebruik de NYX Can't Stop Won't Stop Concealer in de kleur Alabaster. Dit is een hele lichte kleur. Te licht voor mij. En
En ik ga er nog overheen met een andere concealer. Dit is de Technique White Base Concealer. Dit is dus letterlijk een witte concealer. En die ga ik er dan zo een beetje overheen aanbrengen om het nog ietsje meer wit te maken, nog lichter. Dan ga ik mijn concealer zetten met mijn Nabla Close-Up Concealer. Dit is gewoon poeder. En dit is gewoon een witte translucent poeder. Nou, ik ben nou lekker wit. Dan ga ik mijn gezicht poeder contouren met het NYX Highlight & Contour paletje. En normaal pak ik die kleur, maar nu wil ik een beetje meer een kleur die een beetje grijs is, een beetje doodachtig. Dus ik pak deze, die is te licht en best wel grijs. En ik trek de contour een beetje door, zo hier naar voren, om een beetje een soort van skeletachtig gezichtje te krijgen. Dan pak ik mijn Essence Pressed Banana Poeder. En die ga ik nog gebruiken voor hier onder mijn ogen. Om het nog wat witter te maken. En ook een beetje over mijn neus gaan. Om die contour een beetje uit te blenden. En dit maakt het allemaal gewoon nog iets lichter, nog iets meer smooth. Dus dit is altijd een hele mooie extra stap. Dan even een beetje MAC Fix Plus om mijn gezicht iets minder poederig te maken. Dan ga ik heel even snel mijn ogen afmaken. Ik gebruik een zwart oogpotloodje van Colourpop. En die breng ik aan in mijn hele onderste waterlijn. Echt vanuit hier. Maar gewoon helemaal naar binnen. En dan uit het paletje pak ik eerst de zwarte matte kleur. En die breng ik aan op mijn hele onderste wimperrand. En dan pak ik de rode matte kleur. En daarmee ga ik dan de zwarte kleur hier zo een beetje uitblenden. Dan pak ik hier de hele lichte champagne glanzende kleur. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoek. En ook een beetje onder mijn wenkbrauw. En dan als laatste nog wat mascara op mijn onderste wimpers. En dan is de ooglook af. Nou, lekker heftig allemaal weer. Wat ik dan ook nog doe is mijn neus contouren met de rode oogschaduw. Dus ik pak weer een beetje van die kleur. En dan ga ik daarmee gewoon zo over mijn contour. En dan zo in de oogschaduw. Gewoon heel lichtjes, niet too much. Dan is het tijd voor de IT gezichtsmake-up. Ik gebruik hiervoor een schuine afgesneden platte kwast. Die ik gebruik is van mijn Sarah Marie Cosmetics ogenkwasten set. En dan pak ik eerst de zwarte matte kleur uit mijn oogschaduwpaletje. En dan begin ik eerst hier. En ik gebruik hier echt oogschaduw voor en niet een eyeliner ofzo, omdat die te hard gaan zijn. En ik het allemaal heel smoky moet maken zometeen. En als ik dan inga met iets wat heel hard is, zoals een eyeliner, dan kan ik het niet meer goed smoky maken. Dus ik doe het gewoon met oogschaduw. En dan kleur ik het gewoon helemaal in, helemaal zwart. En het hoeft allemaal echt niet heel perfect, want je gaat het toch een beetje zometeen uitsmoken. En dan trek ik het ook door naar mijn oogschaduw, naar de cut crease. En dan maak ik hier zo twee strepen. En die vul ik zo in. Ik ga niet over de cut crease. Dan breng ik het ook zo aan op mijn wenkbrauw. Zo, dan pak ik een platte fluffy kwast ook uit mijn oogkwasten set. En dan pak ik de rode kleur. En daarmee ga ik zo over de randen. Zo, en als ik die heb aangebracht, dan pak ik nog een beetje van de zwarte kleur. En daarmee ga ik ook over de randen, om de randen iets minder strak te maken. En het allemaal ietsje meer donker te maken. En dan pak ik weer een heel klein beetje rood, om weer over het rode heen te gaan. Om het weer iets meer rood te maken. Zo, en dan is dit eigenlijk gewoon al klaar. Dan komt nou onder de ogen. Ik pak weer mijn schuin afgesneden eyeliner kwast. En ik pak weer de zwarte kleur. En ik ga een soort van driehoekje maken, zo onder mijn ogen. Zo vanuit hier ga ik zo naar hier. En dan ook zo vanuit binnen ga ik ook naar dat punt, waardoor ik zo een driehoekje achtig krijg. En dat driehoekje ga ik ook helemaal inkleuren met zwart. Zo, dan ook bij het andere oog, weer vanuit de hoek naar het midden. En vanuit de binnenste ooghoek ook weer naar het midden. Dan pak ik een hele dunne eyeliner kwast. Deze is van Sigma, dit is de E06. En dan pak ik weer die zwarte oogschaduw. En dan ga ik de welbekende IT-lijn maken. Ik ga vanuit hier
zo een beetje naar buiten. En dan naar mijn mondhoek. Gewoon heel lichtjes. Dit is gewoon puur om te kunnen zien hoe je wilt gaan zometeen. Zo, en dan pak ik weer de iets dikkere eyeliner. En dan ook weer die zwarte kleur. En dan ga ik er overheen. En het een beetje uitsmoken. En dan pak ik weer mijn platte fluffy kwast met de kleur rood. En dan ga ik heel lichtjes over die lijn. En dan ook hier bij mijn ogen maak ik het zo rood. Nou, door het rood is het zwarte een beetje vervaagd. Dus ik pak weer mijn eyeliner kwast met weer een beetje zwarte oogschaduw. En dan ga ik nog één keer over die zwarte lijn heen. Nou, dan de ronde stip op de neus. Daarvoor gebruik ik weer mijn Essence eyeliner. En dan maak ik gewoon zo een rondje. Nou, even laten opdrogen. Dan pak ik nog een beetje van de rode oogschaduw op een hele kleine bullet kwastje. En daarmee ga ik dan de neus inkleuren. En dan pak ik een beetje van de zwarte matte kleur, zwarte oogschaduw. En daarmee ga ik een beetje zo over de randen. En dan weer een beetje rood. Om het weer iets meer rood te maken allemaal. En dan pak ik mijn witte NYX eyeliner en hiermee ga ik een soort van accent zetten op de neus. Dan de lippen. Ik gebruik weer mijn zwarte Colourpop oogpotlood, maar dan voor mijn lippen. En dan als lipstick gebruik ik mijn ultra mat lipstick van Morphe in de kleur Dominate. Een hele mooie rode kleur. En aangezien het Halloween is, wil je dat je make-up lang goed blijft zitten. Dus als fixing spray gebruik ik de Make-up Obsession Fit Fix Spray. En dan is de make-up look helemaal af. Ik heb al een wit blouseje aan. Als je een it look wilt doen, moet je echt een wit blouseje aandoen. Want dat staat echt het beste. Dan heb ik besteld zo'n zwarte piet kraag. Dit is echt officieel een zwarte piet kraag. Maar it draagt ook zo'n kraag. Dus ideaal. Ik heb die besteld bij, hoe heet die website? Ik zet alles in de beschrijving. Die maak ik dan zo vast om mijn nek. Zo. En als je it wilt zijn, moet je echt rood haar hebben. Dus ik heb hier een pruikje. Het is gewoon een pruik van plastic haar. Die heb ik bij dezelfde website besteld als waar de kragen besteld. En hij is zo in een soort van bob tot aan de schouders met een pony. De pony was helemaal recht, maar ik heb hem een beetje zo raar geknipt. Waardoor je zo dit allemaal nog gewoon kunt zien. En dan is het ook een beetje meer freaky. Want it is niet heel schoon en heel mooi. Hij is een beetje freaky. Dus dit maakt dan weer iets meer freaky. Ik ga even mijn hoge knot losmaken en dan laag doen. En dan ga ik de pruik opdoen. Zo, en dit is dan met de pruik. Dit is dan de hele look. Zoals je kunt zien, ik heb het zo helemaal zo raar en scheef geknipt. Want dat vond ik wel leuk. En ja, dit is dan hoe je een vrouwelijke it wordt. Nou mensen, dit is dan hoe ik de Halloween look heb gemaakt. Het enige wat verschilt met op de foto is dat ik daar mijn ogen rood heb gemaakt. Maar dat heb ik gedaan met Photoshop. Dus dat kon ik nou hier niet doen. Maar ik heb wel hele lichtbruine kleurlenzen ingedaan. Want dat vond ik wel leuk. Rood heb ik helaas niet. Ik hoop dat iedereen het een leuke video vond. Als je nog meer van dit soort video's wilt zien, let me know. Laat me ook vooral weten wat je van de it look vindt. Ik heb het echt met alle plezier gemaakt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video.